trouwens, welkom bij deze tutorial, onderdeel van de Mad Scientist Lab. Dit keer gaan we iets maken wat ik heel erg gaaf vind, er is niet echt specifiek een naam voor, maar het heeft te maken met labflessen die dus lekker bubbelen en daar ook nog eens een leuk lichteffect in hebben. Ik heb al wat spullen verzameld, ik heb nog niet alles bij elkaar wat ik ervoor nodig heb, maar het leeuwendeel heb ik. En ik ben begonnen met het verzamelen van lege raak frambozenlimonade flessen. Dopjes hebben we niet nodig, dus die heb ik eraf gehaald. Die groene randjes die bij het dopje horen en er nog omzitten, haal ik eraf naar het tangetje. Wat ik ook heb verzameld zijn vier zwarte doppen van Spuitbus Zwart. We hebben natuurlijk in het Magere Hein project heel veel spuitbussen gebruikt, dus als zo'n bus leeg is, dan ik bewaar altijd de doppen. Kun je altijd nog gebruiken om verf in te doen of wat ook. En de zwarte heb ik bewust voor dit project bewaard. Bij de Action deze lampen gekocht. Het is als goed als LED-verlichting. En die kun je kleur instellen. Die moeten natuurlijk stroom krijgen. Dus ook vier van deze grote fittingen haalt. En vier stekketjes met aan- en uitschakelaar. Het is verder hebben we nog nodig tezijdentijd iets wat ik wel ergens heb liggen, maar zo snel even niet kon vinden. Dat is van het aluminium met vierkante gaatjes erin. Die komen stukjes ervan om de dop heen voor het effect. We hebben koperen buis nodig, koperen draad, rubberen slangetjes en een aquariumpompje. En ik zeg, laten we gaan beginnen. Nou, dat werkt in ieder geval. Ik heb die fittingen erop vastgeschroefd. Van tevoren de stroomsnoeren erop aangesloten. Alle lampen getest en dan gelijk op de juiste kleur ingesteld. Mogelijk door de invloed van het buitenlicht zie je op de camera nu niet goed de kleuren die ik heb ingesteld. Geel, blauw, groen en rood. Wil niet zeggen dat ik dit behoud, maar primair waren dit de kleuren die ik wil. Die afstandsbedieningjes die corresponderen echt met de lamp waar ze bij zaten in de verpakking. Dus ik moest er alle vier bij houden. En om te weten welke bij welke hoort, heb ik het genummerd. 4x4, 3x3, 2x2. En op de afstandsbedieningjes een stukje schildersteep geplakt en daarop geschreven welk nummer dat het is. Daarachter zie je het aluminium liggen waar ik het al eerder over had. Ik heb het inmiddels gevonden. En het is tijd om daarmee aan de slag te gaan. Inmiddels een dagje verder en ook weer wat stapjes verder. Ik heb die doppen voorzien van zo'n stukje aluminium met gaatjes erin. Simpelweg eromheen gebogen, vastgezet met twee tight wrappies. En met de kleinste 7 gatenzaag, de kleinste ervan, hier een gat in geboord. Zodat later de koperen buis er doorheen kan met het slangetje voor de luchttoevoer. En die is vrijwel gelijk aan het gat wat hier in de dop in het schroefgedeelte zit, zeg maar. Ik sta nu even te wachten tot het lijmpistool warm is. Dan gaan die doppen hierop gelijmd worden. En netjes afgekit met doorzichtige siliconenkit, zodat die gefixeerd op hun plek zitten. Dat zijn de volgende stappen. Inmiddels hebben we dit. Deze plank. Afgetekend waar de gaten moesten komen. Met de 7 gatenzaag, het grootste gat wat er gemaakt kon worden. Gaten gemaakt, paste de fles net op. Een paar puntjes lijmpistool. Toen dat vast zat, netjes afgekit, ook aan de binnenkant. En dit eigenlijk in elkaar geschroefd. En dit geeft al een beetje aan wat het gaat worden. Met de tijd kom hier natuurlijk water in, maar we moeten de eerste koperen buizen hebben. En aquariumpompje en luchtslangetje en koperdraad. En dat hebben we op dit moment nog niet, maar als ik met mijn vingers knip, hebben we dat wel. Ik ben fan van Bach. Horenbach. Dat klinkt mij als muziek in de oren. We zijn even wezen shoppen. En in ieder geval nu dus koperen buizen. Allemaal op 30 centimeter afgesneden met een pijpensnijdertje. Roestvrij staal
ijzerdraad gekocht. Is wat duurder, maar dan weet je dat het niet gaat roesten in het water. Want dit moet in het gedeelte komen van de aquariumpopslang. Wat dus om de buis heen gaat en dus in zijn fles komt. Zodat het op zijn plek blijft zitten. Want anders blijft het zo niet zitten. Is het nog niet helemaal naar mijn zin, maar dat komt wel goed. De buizen gaan erin, de slang gaat erin en er is nog genoeg ruimte over waar de lucht weer uit kan. Want daar moet je wel rekening mee houden. De lucht die erin pompt, die moet er ook weer uit kunnen. Dus dit gaan we niet dicht kitten of wat ook. Het moet gewoon open blijven. Goed, eentje voor elkaar. Dan andere drie ook zo maken. Pompje. Nu weet je dus ook waarom ik het onderste gedeelte extra erin heb gemaakt. Hier komt uiteindelijk nog een paneel voor dat je dit allemaal niet meer ziet. En dan aan de achterkant kan ik er allemaal bij. Hier komt verlengsnoer in. Pompje komt erin. Dan is het allemaal netjes gelijk weggewerkt. Dus dat eigenlijk. Het is hoor. Leuk hè. Het is gewoon één waterpompje. Aquariumpompje. De goedkoopste die er is, €8,95. Wat verdeelstukjes opgezet. Want alle vier de slangen komen op hetzelfde pompje. Die flessen zaten vast. Dus je zou denken van misschien moeilijk vullen met water. Maar met een trechter en een fles kom je een heel eind. Nu tijd om hieronder een verlengsnoer vast te gaan zetten. Waar minstens 5 stekjes in kunnen. Dan kunnen de 4 lampen en de pomp daarop aangesloten worden. En met Halloween dan is het een kwestie van neerzetten, stekker erin en alles doet het. En als verlengsnoer erin zit, dan paneeltje ervoor en dan is die klaar. En als ik met mijn vinkjes knip, is die dus klaar. Hij is klaar. Paneeltje is zwart. Kan ik eventueel nog wat versieren met knopjes en dat soort dingen? Doe ik niet. Waarom niet? In een eerdere video heb je gezien hoe we van die stroomschakelaars hebben gemaakt. En die komen hier nog op. Maar dat hoeft allemaal niet in dit filmpje getoond te worden. Dat snap je wel. Maar dit is het. En volgens mij staat de muziek een beetje hard. Zo. Dit is het hele principe voor Mad Scientist Lab, onderdeel van deze keer. En het is gaaf, het is zelfs kalmerend. Het heeft een beetje echt zo'n zen-effect van een aquarium. Dat je lekker die bubbeltjes hoort gaan, je ziet de bubbeltjes gaan, je ziet de kleuren steeds wisselen. Het is een beetje hypnotiserend zelfs, maar erg gaaf. Ik hoop dat je deze video weer hebt kunnen waarderen. Ga vooral dingen maken. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zie je graag weer in een volgende tutorial. See you later!